Hoi allemaal, welkom bij het nieuwe video. Vandaag gaan we wat in mijn poetskast doen. Vandaag ga ik jullie dus laten zien wat er allemaal in mijn poetskast zit. Laten we beginnen. Als eerste doe ik mijn poetskast mijn handschoenen. Deze handschoenen zijn van de Decathlon. Ik vind ze, ja, ze zijn wat groot. En de maat XXSXS. Het volgende wat in mijn poetskast zit is dit bakje. Het is nu een normaal bakje. Ja, het is gewoon een bakje waar je dingen in kunt doen. Vooral als je aardbeien, appeltjes of wat dan ook. Maar ik gebruik voor mijn energiekeers. Het zit helemaal vol. En het volgende. Dat is deze stapelstel. Ik vind hem super fijn. Hij is van de Decathlon. Ja, hij kan ook gewoon heel fijn. Dan gaan we verder naar het onderste gedeelte. Dus is het een onderste gedeelte met zachte borstel. Dan de harde borstel. Dit is, een borstel wat jullie ook allemaal hebben geleerd in de video met Aljandra, houten poetsen. Het volgende is een hoofdborstel, een kleine. Hij is heel fijn voor de paden en ik zal hem ook even laten zien. Met de hoofdborstel kun je gewoon heel simpel over het hoofd van je pony gaan. Sommige ponies zoals Sarah vinden dit niet zo heel fijn. Het volgende wat in mijn poetskast zit zijn twee hoevenkabbers. Waarom twee? Omdat ik vind deze super fijn. Alleen deze heeft geen borsteltje. Dus deze gebruik ik meestal voor de voorkant van de hoeven van de pony, zodat die ook netjes schoon kan maken. En daarna kwam ik de hoeven zelf uit. En dan gaat mijn borsteltje zo onder de hoeven. Het volgende is deze rosborstel. Dan deze massageborstel, ook van de Decathlon. En deze manenspray, ook van de Decathlon. Nu laat ik jullie zien hoe ik mijn poetskist ga inrichten. Nou, dat was dit alweer de video. En dan hoop ik jullie weer te zien in onze volgende video. Doei!